Magazijn 076 is een prikkelarme werkplek voor mensen met autisme. Wij namen vandaag een kijkje in de keuken samen met specialisten op het gebied van autisme om te kijken hoe Magazijn 076 het aanpakt. Ja, het is een laagdrempelige werk- en ontmoetingsplek voor mensen met autisme. En onze subtitel is een plek waar anders zijn gewoon is. Kijkje in de keuken. Het is een keer in de maand organiseren we bij het magazijn een bijeenkomst voor mensen uit de zorg of mensen die op wat voor manier dan ook met mensen met autisme te maken hebben. Die nodigen we hieruit om gewoon eens te kijken wat wij hier doen. Onze ervaring is vaak, je weet beter wat we hier doen als je gewoon eens een keer komt kijken in plaats van alleen maar vragen stellen. Sandra Kok en ik werken al zo'n 17 jaar nu samen. Mijn achtergrond is Amarantgroep en die van Sandra is de organisatie mee. En in de loop der jaren is onze samenwerking steeds op projectbasis ook geweest. En hebben wij diverse projecten opgezet. En dit was eigenlijk steeds dat we dachten van iedere keer een klein project. Wat zou dat doen in het groot? En ik denk dat wij zo'n 1,5-2 jaar geleden bij elkaar zijn gekomen. En gedacht hebben van nou, volgens mij is het tijd om een nieuwe, noem het zorgeconomie, noem het een nieuwe visie, noem het een nieuwe plan. Om dat eens wat meer handen en voeten te geven. En dat is Magazijn 076 geworden. Ik denk wel dat het goed onder de aandacht wordt gebracht. Ik weet wel dat het per regio heel erg verschilt. Ik weet, in deze regio doen wij er vrij veel aan. Ook op tv zie je tegenwoordig wel veel dingen. In die zin denk ik dat er wel veel aandacht voor is. Ik denk wel dat de aandacht die er is breder zou moeten zijn. Breder als in kijk naar wat de mensen allemaal kunnen en ga er niet vanuit dat de autist maar de autist is. En waarom is het belangrijk dat er zo'n plek als dit bestaat voor mensen met autisme? Nou, ik denk wat mijn achtergrond is begeleiding, dus binnen woonvoorzieningen, binnen ambulante begeleiding. En als je het hebt hier over gelijkwaardigheid, is denk ik het grote verschil dat er geen betaalde partij tussen de deelnemer die hier komt en mij staat. Dus ik ben niet de begeleider en de deelnemer hier is geen cliënt. Breder als in kijk naar wat de mensen allemaal kunnen en ga er niet vanuit dat de autist maar de autist is. Breder nu. Je weet het meteen. Magazijn 076 is een prikkelarme werkplek voor mensen met autisme. Wij namen vandaag een kijkje in de keuken samen met specialisten op het gebied van autisme om te kijken hoe Magazijn 076 het aanpakt. Ja. Het is een laagdrempelige werk- en ontmoetingsplek voor mensen met autisme. En onze subtitel is een plek waar anders zijn gewoon is. Kijkje in de keuken. Het is een keer in de maand organiseren we bij het magazijn een bijeenkomst voor mensen uit de zorg of mensen die op wat voor manier dan ook met mensen met autisme te maken hebben. Die nodigen we hieruit om gewoon eens te kijken wat wij hier doen. Onze ervaring is vaak, je weet beter wat we hier doen als je gewoon eens een keer komt kijken in plaats van alleen maar vragen stellen. Sandra Kok en ik werken al zo'n 17 jaar nu samen. Mijn achtergrond is Amarantgroep en die van Sandra is de organisatie mee. En in de loop der jaren is onze samenwerking steeds op projectbasis ook geweest. En hebben wij diverse projecten opgezet. En dit was eigenlijk steeds dat we dachten van iedere keer een klein project. Wat zou dat doen in het groot? En ik denk dat wij zo'n 1,5-2 jaar geleden bij elkaar zijn gekomen en gedacht hebben van nou, volgens mij is het tijd om een nieuwe, noem het zorgeconomie, noem het een nieuwe visie, noem het een nieuwe plan. Om dat eens wat meer handen en voeten te geven. En dat is Magazijn 076 geworden. Ik denk wel dat het goed onder de aandacht wordt gebracht. Ik weet wel dat het per regio heel erg verschilt. Ik weet, in deze regio doen wij er vrij veel aan. Ook op tv zie je tegenwoordig wel veel dingen. In die zin denk ik dat er wel veel aandacht voor is. Ik denk wel dat de aandacht die er is
breder zou moeten zijn. Breder als in kijk naar wat mensen allemaal kunnen en ga er niet vanuit dat de autist maar de autist is. En waarom is het belangrijk dat er zo'n plek als dit bestaat voor mensen met autisme? Nou, ik denk wat mij, mijn achtergrond is begeleiding, dus binnen woonvoorzieningen, binnen ambulante begeleiding. En als je het hebt hier over gelijkwaardigheid, is denk ik het grote verschil dat er geen betaalde partij tussen de deelnemer die hier komt en mij staat. Dus ik ben niet de begeleider en de deelnemer hier is geen cliënt. Breda nu. Je weet het meteen.